Goedemorgen allemaal. Vandaag is het internationale backupdag. Ja, het is heel belangrijk dat je alles wat je doet digitaal goed opslaat. Want stel je voor dat het verloren gaat. Dat is niet handig. Alles opnieuw doen. Bij mij maakt mijn computer elk uur een update of een backup. En zelfs mijn e-mail wordt al gebackupt, maar dat weer ergens anders. Maar ja, wat ik nu doe, filmpjes opnemen. Die staan ook ergens op internet. En dat is ook een soort backup. En ja, door dingen vast te leggen, blijven ze bewaard voor de toekomst. Dus ik denk van, laten we eens een camera tekenen. Hij staat toch voor mijn neus. Dus ja, gelijk een mooi voorbeeld. Laten we eens een camera gaan tekenen. Doe je mee? Ja, weer op backup day. Waar sla je nou dingen op? Ja, nou ja, dat kan natuurlijk gewoon dingen opslaan op een harde schijf. Nou, een harde schijf die ziet er ongeveer zo uit op mijn computerscherm. Die geeft ongeveer een harde schijf zo weer. Nou ja, dat is natuurlijk meestal ook wel een harde schijf. Ook hier kan je zeggen van, ik geef weer wat schaduw weer. Zo. En dan komt iets donkerder zo. Nou, een harde schijf. Misschien moet daar dan ook nog een kabeltje aan. Zo. Hier weer schaduw. Zo. Maar goed. Een harde schijf. Niet zo heel bijzonder. Waar ik natuurlijk ook veel... kijk, ik gebruik een camera om filmpjes te maken. En in principe sla je daarmee beeld op. Dus we kunnen ook gewoon een camera tekenen. Nou, camera, hoe ziet de camera eruit? Ja, dat is natuurlijk ook weer... Ik zit met nu voor de camera. Ja, dit is gewoon een oude videocamera. Dus hoe ziet die eruit? Dat is gewoon zo. En dan... daar zit dan... een vierkante behuizing aan en een schermpje waarop je kan zien wat je doet. Hier zit natuurlijk ook nog een lens in, zo. Ja, allerlei knopjes natuurlijk. Hopla, goed. Een ding om doorheen te kijken. Ogen, een wieltje, zo, batterijhouder, nou, van alles en nog wat zit er op zo'n camera. Dat hou je niet voor mogelijk eigenlijk. Je kan hem nog op een statief zetten natuurlijk, zo, als je gaat filmen. Goed. Ik kan het ook nog zwart maken zo. Dan heb je echt een beetje een schermidee. Goed. Een camera. Ik kan ook kiezen voor een fotocamera. Die heb ik natuurlijk nu niet voor me. Goed. Zo'n dingetje nog waar je de flitser op kan zetten. Maar ook een goed beeld van een camera zo. Denk ik. Je zou hier inderdaad nog een flitser op kunnen zetten. Zo. Voilà. Ja, bedenk zelf ook nog wat dingen voor opslag.
Archief kan ze ook nog kunnen, hè, opslag. Alleen is dat misschien wel een beetje erg verouderd. Goed, ik zie jullie morgen in de volgende video. Tot morgen!